Weer zijn twee exemplaren waar een mannetje de ander zit te vlechten en te zoeken naar de vlooien. Een mannetje heeft honger en daarom zit hij helemaal te zoeken in het haar. Hij wordt een beetje geil en begint homer te worden. Volgende. Nu zijn alle drie de mannetjes bij elkaar, de homo-nones, exemplaren. Ze hebben zo te zien een beetje ruzie en weten niet wat ze moeten doen. Blijkbaar zit eentje te klagen nu, ja. En zit er een te neigen naast zichzelf. Terwijl de derde gewoon zit toe te kijken wat er gebeurt. Terwijl de ander flink verkracht wordt. En zo zit je dat dit de homoculus exemplaris is. Dat is het einde.